mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij waar ik er oftewel werd. En vandaag zijn we weer een hunting pack aan het spelen. Gisteren hadden wij dat ook gedaan en we zijn launching session, maar ik ben heel hard aan het laden. Ik weet niet wat er allemaal aan het gebeuren is. Ik wou gewoon even ons naast elkaar zien en dat werkt dan weer niet. Wat een kak, maar ik zie wel... Oké, kijk, hier ben ik. We zitten kijk, bij elkaar. Ik was ready to play. Hier. Maar hunting pack, dat is dus aanvallers en defenders en runners. Eén runner. En dus de runner, die moet zo snel mogelijk naar een punt komen. De defenders moeten ervoor zorgen dat de aanvallers wegblijven bij de runner. En de aanvallers moeten ervoor zorgen dat de runner niet... bij de plek komt. Bij de runner. Dus het is ja, vrij makkelijk om in deze hunting pack de runner omver te krijgen. Dus meestal win je als je begint als aanvaller. Dus waarschijnlijk gaan wij beginnen. Maar het is een heel leuk dingetje. Het is 3 keer geld, 3 keer... hoe heet dat? 3 keer RP. Ja, en dus het is best wel leuk. En hun runner beweegt niet. Wat een kak is dat. Dat is echt gewoon een zware kak. Hopelijk is die gewoon gaan pissen. Zoals altijd. Maar dan, dan verliezen ze sowieso. Poeske. Anders hadden ze op zijn minste mis. Ja, kijk. Ik ga ook mee pushen. Nee. Kom aan. Kom aan, beweeg. Kom aan, blijf in beweging. Kom terug. Come on. Oh. Shit. Kijk, dat is dus niet leuk aan deze ding. Soms zijn er zo mensen AFK en dan is het gewoon echt niet leuk. Maar dus de aanvallers, waar wij dus net waren, beginnen met de scramjet. En de defenders beginnen met een vigilante. En de runner die begint dus met die ene dikke grote truck. Een dikke truck, jongen. Ja. Het is best wel leuk. Dus nu ben ik een vigilante, zoals je kan zien, ben ik een defender. Moet ik ervoor zorgen dat de aanvallers niet bij de runner komen. Zeg jij vigilante? Ja, oké. Ik ben vigilante. En dan moet je altijd zo eens kijken, zo een pijltje naar beneden. Moet je altijd zo eens kijken, want kijk, nu is een level 70 onze runner, dus gaat waarschijnlijk slecht aflopen. Dat is ook aan voeteren en zo, dat is nooit goed. Dus dan weet je al wie dat er fout is, in de fout is ingegaan. Dus dan weet je al wat je... Want soms heb je zo een level 300. Als we, ja, maar wat een dikke meloot. Welke guy is dat? Fabricio. Ja, dat is die in ene level 100. Die poepert. Wij zijn dus helemaal in het begin van onze speeltijd zijn we in een hunting game gegaan. Dat is met dezelfde mensen ongeveer. Dat was met de 4 mensen in ons team. De level 70. Rune en die level 100. En daarin zijn we erin gekomen met dus maar 4 mensen. En dat was best wel leuk, maar die ene level 70 was AFK. En die level 100 moest alles dus zelf doen. Dus wij waren zo... chill aan het gaan voor die level 7, voor die level 100, dat hij ook een beetje kon winnen. En even peukje. Joink. Oh, hey, man. Iemand komt met neuk. maar ja, dus nu zitten die allemaal in ons team. Dat is best wel leuk. Maar uiteindelijk is dus die guy, die level 70, teruggekomen. En hebben wij hem volledig kapot gemaakt. Zo man. Ja. Dan, zo. Ja, wel man. Ja. Ik zie geen scramjets bij ons in de buurt. Ja, die scramjets zijn gewoon... Maar nee, je mocht dat niet zeggen. Maar als er helemaal niemand in de buurt is, dan kan ik beter duwen. Ik ga wel niet duwen op die ramp, want... Nee, nu moet je stoppen. Scramjet is coming. Hij jumpt. Tijd bro, maak niet van mij. En hij kan niet boosten. Dus hij is slecht. Oké, er zijn 2 mensen van hun aan het werken, zeg maar. Ze zijn in totaal met 4. Hey, ja, Omo. Ik heb 1 klein probleem. I had 1 little problem. Ik heb 1 scramjet volledig tegengehouden, maar
Kijk, het ding is met deze vigilante, als je op je kop ligt, dan duurt het echt 5 jaar voordat je terug normaal bent. Ik zei. En dit ding kan echt heel slecht sturen, zoals je ziet. Dus dat is ook een heel groot nadeel. Het voordeel is dat hij best wel sterk is en dat hij een goede boost heeft. Maar die scramjet die kan ook heel slecht sturen en als hij stuurt gaat hij heel snel slippen. Die heeft ook van als je op de kop ligt dat het echt 5 jaar duurt voordat je weer normaal bent. Die guy ga ik eventjes aan de... What? Oké, ik sta ineens random stil. Everything is under control. Ik heb wel geen toetsenbord, dus ik heb geen controle, maar ja. Oké. Okay. Slechte grap, oké, ik weet het, ik weet het. Ik zie de comments al van, je hebt een slechte humor, ja, ik weet het. Okay, er zijn mensen die dat zeg maar zeggen tegen mij. Oh, sorry. Maar welke hoer? Dat was ik. Ik was de hoer. Maar ik word gebeukt door een andere teammate waardoor ik er ook voor ga staan. Maar kijk, nu hebben we 3 scramjet op ons, dus dat is slecht. Ik lig op mijn kop. Op mijn kappie. Oké, we zijn er bijna. Daar aan het einde van dit ding moet de runner zijn. En dan is het dus zeg maar gedaan. Dus dan hebben we al 2 wins te pakken. Oh, op het laatste. Alles is under control. Je moet pushen. Ik heb mijn kop. Niet laden, ik heb op kop. Oké, round winner. We zijn dus al 2 rondes gewonnen. De volgende ronde die gaan we vrij makkelijk winnen, want zij hebben runners en wij zijn aanvallers. En dan wint je meestal, zeg maar, 70% van de tijd. Meer zelfs, 75 zeker. Dus ja. We zijn hier serieus gewoon al 2 rondes aan het praten en aan het praten. Ja, maar ik kan goed praten. Waarom ben ik anders YouTuber? Ik weet het, ik heb echt maanden niet geüpload, maar ik kan goed praten. Niemand kan mij zeggen dat ik niet goed kan praten. Ik praat echt bijna nooit in mijn fiets. Ja, daarom heb je zo weinig abonnees. Oké, nee, grapje. Fuck you. Dat is het gevoel, man. Maar dit is ro... Eh? Fuck. Winner. Bruh, ze zijn waarschijnlijk allemaal geliefd. 9000. Hoera. Anders hadden wij echt 20.000 gekregen, hè, mensen. Nee, 65 in deze ja, dingen. Ja, 65.000. Maar waarschijnlijk zelfs misschien wel meer, omdat zij al... Wat zeg, jij mag dansen. Ik mag dansen, ja. Ik heb gezegd dat jij mag dansen. Maar zij zijn dus waarschijnlijk... Waarom is het gestopt dan? Zij zijn er nog allemaal. Allee, 3 van hun. Misschien was de runner de 4e. Ah ja, dat kan wel. Maar dan gaan we nog wel eentje spelen, omdat dit best wel snel was. Anders dacht ik er maar 1 te doen. Ja, we gaan er nog eentje doen. Ja. Maar dit is eigenlijk een video van de road to 100 subscribers. Want haar zoot heeft er al 100 en dat vind ik niet leuk. Ik wil er meer hebben. Ze heeft hier 100, dat is een rot Fortnite of wat? Ja, Fortnite en Brawl Stars. Maar Jot, als je dit ziet, we lachen gewoon met u, we lachen niet om u. Geen haat, geen haat, Jot, still love you. Ik moet je zeggen, ik ben gay. Nee, grapje mensen, grapje. Er is niks mis met gay zijn, maar ik ben het niet. Ik val pretty hard op wifi's. You are very hetero. Op Lara bijvoorbeeld. Oké, dat is een joke tussen ons. Niemand snapt dat, alleen ik en Rune en haar shot ook een beetje. En misschien Arthur. Bekijk misschien Arthur mijn video's. Arthur, bekijk jij mijn video's? Zet het in de comments. Yeah, let's go. Oké, ik ga ons weer naast elkaar zetten, zo comparen zo'n dingen. Kijk, hier, kijk ons naast elkaar staan. Mij met mijn corona-outfit, met mijn handschoentjes en met mijn respirator, met mijn gasmasker en jij met je koeligheid. Je hebt echt een lelijk gezicht, weet je dat? Op deze game, niet in het echt. Oh, heb ik een mooie kop of wat? Oh, thank you, sir. Ik heb nooit gezegd dat ik een mooi hoofd. Ik heb geen lelijk. Oké. Ik beschouw het als een compliment. Ja. Ik kan cool zijn. Ja. Waar heb je elk slippers? Omdat slippers cool zijn. Heb je mijn outfit gezien? Ik heb een hemd dat van rood naar blauw gaat. Met roze tussenin. Ik heb een
een plastieke ding met palmbomen. Een legging. Ja, een plastieke ding dus. En ik heb een hoedje. En ik heb brillen. Allee, zo, maar ik heb zelf in het echt ook een bril, maar ik heb daarop een bril dat zo veel te smal is en dat zo echt 20 meter uitloopt. Zo. Oeh, kijk mijn koeligheid. Nu heb ik pas een gasmasker. Dat is geen gasmasker, dat is gewoon een mondmasker. Dat is niet nice. Join. Wie moet we joinen? Die mannen, join. Oké, okay, nee. Ga terug, want Fabrizio is er. Join team. Oh, fuck. Oké. Okay. Fabrizio. Waarschijnlijk gaat hij zo op het laatste terug. Dus ga naar ander team. Oh, bro, nu is er geen runner. What the heck? Dat is kak. Ach, er wordt zo willekeurig gecompared. Maar kijk, nu gaat er zo staan van, er zijn niet genoeg runners. En dan gaat hij nog 30 seconden. Maar nee, gewoon niks doen. Nee! Nu zitten we niet in hetzelfde team, met Dwap. We zitten toch in hetzelfde team? Wel. Nee. Ik ben aanvaller, hè. Ik ook. Wat? Ik dacht dat jij naar runner werd gegaan. Nee, ik heb niks gedaan. Ah, oké, okay, gelukkig. Dan is Fabrizio bij runner gegaan. Oké, dan is het 3 tegen 2. Maakt niet uit, wij gaan gewoon cool zijn. Nee, wij weten tegen die twee. Tactics. Nee, 3 tegen 2. Er is één iemand is het geliefd. Niet één? Ah, oké, okay, ja. Die runner van de huis is geliefd. Oké, maar dit is dus heel raar. Dit gebeurt heel vaak. Daarom hebben wij liever dat de dingen aanstaat. Dat ze niet kunnen van team veranderen. Maar ik heb hem nu al, dus hij gaat gewoon nergens komen. Oh, oké, ik mis hem. Ik niet. Hij gaat gewoon echt nergens komen. Gewoon echt nergens. Hij gaat gewoon zijn leven in een brandend voertuig doorkomen. Kijk hier. En toen hadden we gewonnen. Let's go. Dat was easy. We zijn niet eens bij de tweede bocht gekomen. Normaal doen we zo tweede, derde bocht. Daar maken we mensen meestal af. Soms als het echt heel erg is, derde, vierde. En dan laatste, de vijfde bocht. Maar bij de eerste, nog niet eens de tweede, dat hebben we nog niet vaak gehad. Ik denk nog niet eens één keer. En nu komt het probleem. Wij twee tegen vier attackers. Dat is kut inderdaad. Ik ben de runner, jij bent de defender. Drie attackers, maar... maar wij zijn beginnen met runnen, dus gaan we sowieso waarschijnlijk de match winnen. Want zij hebben echt gewoon geen kans tegen ons te winnen als runner. Mocht je niet zeggen. Oké. Ik mag altijd, als ik zo zeg van, amai, we zijn goed bezig, we zijn echt ver, we zijn goed aan defenden. Ja, en zo'n dingen, dan gebeurt er altijd iets dat zij ons volledig kapot maken. Mm-hmm. Altijd. We doen het keigoed. 30 seconden later. Nee, niet eens. Meestal is hij echt gewoon 10 seconden later. Oké, die heeft mij al kunnen juken. Pak hem. Maar ik kan ook best wel goed mensen juken, dus... Dat is wel positief. Ik kijk gewoon op die map en dan ga ik gewoon zo. Nee. En dan ga ik gewoon zo juken, zo. Zie je zo, die is weg. Oké, twee anderen komen maar. Maar ik heb nu gezegd dat ik goed kan juken, dus ja... Dat is nooit positief. Afkloppen. Afkloppen, wacht. Ik heb afgeklopt. Goed zo. Nee. Nee. Oh! Sorry, mijn fout. Alles is goed. Mijn fout. Shit, Scramjet komt aan. We moeten die nu afdoen. Oké, zo. Ah ja, zo kan het ook. Miep, die is uitgeschakeld. Andere kant die boost langs mij. Die slipt gewoon achter mij. Ik zie dit allemaal op het mapje, mensen. Dus als jullie denken van, wat ziet hij allemaal? Ik zie het allemaal op het mapje. Oké, die zag ik al aankomen. Die juikte nu een beetje. What the fuck, ik sta ineens stil. Dat gebeurt niet vaak. Nee, kom maar. Oké, daar ben ik een beetje vanaf. Er komt ene frontaal. Oké, die heeft mij. Heel soms als die gewoon boosten, is het gewoon echt gedaan. Oké, ik ga vooruit en fuck. Shit. Ja, nee, ik ben dood. Nee, ik ben nog niet dood. Nee, ik lag op mijn kop, sorry.
dat is niet erg. Dat kan gebeuren, hè. Ik ben nog door aan het rijden, dus niks aan de hand. Afkloppen. Afklopt. Oké, goed zo. Mijn ouders gaan zelfs echt zo zijn van, what the fuck gebeurt er allemaal? Zo, zonder die de fuck. Wow, fucking aardig. Dat zou ik heel grappig vinden. Als mijn ouders gewoon ineens zo, what the fuck? What the fuck? Oké, oké. Achteruit, everything is under control. Niet te veel beuken alsjeblieft. Oké, everything is under control. Even omdraaien. Ik moet echt afkloppen. Oké, everything is under control, afgeklopt. Oké, everything is under... Ik moet echt stoppen met te zeggen. Ik ben hier de hele tijd mijn tafel aan het kloppen. Die gaat echt gewoon kapot zijn na deze video. Niet hier beuken. Sorry. Nee, dat is echt de slechtste plaats om te beuken. Oké, ik lig op mijn kant. Ja, dan is het gewoon echt verkloot. Ik kom helpen. Nice, oké. Anders was ik sowieso dood geweest. Oké. Everything is alright. En ik kan niet afkloppen. Oké, ik heb afgeklopt. Everything is... Shit. Ik heb niks gezegd. Ik kon even goed zeggen van... everything is kak. Oké, okay, dus... Oh, ik ben een amtjuk. Fuck, ik mag echt gewoon... Je moet zwijgen. Oh! What? Oké. Dit is niet de laatste bocht. Ik dacht dat dit al de laatste bocht was. Nee, dit was nog maar de vierde bocht. Okay. Oh, what the fuck? What the fuck gebeurde daar dan? What the fuck is dit dan? Ik duw even de schouderkern richting... Shit. Nee. What the fuck gebeurde daar ineens? Ik was gewoon... Ineens uit het niks kwam er een guy die had echt gewoon... Die leeft gewoon ondertussen in een grot in Afrika met een olifant op de doorgang van zijn grot. Dat zeg ik wel vaker, mensen. Dat zeg ik echt gewoon altijd. Maar die guy, die had gewoon ineens zware lek. Ik was zo op mijn mapje aan het kijken. Ineens stond hij 20 meter verder en beukte die tegen mij. Dus ja, kon ik hem niet echt meer juken. Dit is niet erg dat we dit hebben verloren. Want als we nu winnen, dan gaan we denk ik het helemaal winnen. Dit is round 3. Ah nee, nog niet. Afkloppen, jongen. Ja. Je moet echt zo vaak afkloppen. Daarom zwijg ik altijd. Ja, maar mijn video's zijn gewoon beter kwaliteit. Nee, man, die waren veel beter. Pita. we hebben snelheid nodig, man. Stop mijn beuken. Ja, ja. Oké. Kom maar, stop mijn beuken. Dat is slipstreamen. Ja, maar kom dan slipstreamen. Ja, ik kom maar. Je was sneller dan. Ja, ik kom al. Nee, ik ga weer afvallen, hè. Van niet. Lukt het een beetje, meneer de vigilante? Oh. Ah, fuck. Ik had die een andere niet gezien. Miep! Miep! Oh, je hebt hem. Miep! Je hebt hem! Ja, kom maar, hij is goed. Oh, hij wordt gebukt door zijn teammate. Toen viel ik erop mijn kop. Ik moet even respawnen. Dat is kak. Bam! I'm back, bitches! Wat is dat dan? Goed? Maar... en je? Nee. Scramjet. Scramjet gezicht. Hij is alsnog... Maar wat is dat? Zij zijn echt irritant. Wat een irritante poepert. Kijk, ik juke gewoon, man. Oké, en dan rijd ik alsnog tegen u. Ik weet het. Ja, die juke mij. Niet cool, man. Maar wat een poepert is dit? Nou, wat ze nu doen? Gewoon doorrijden, zegt hij. Nee. Deze guys kunnen zich echt gewoon niet permitteren van zo kut te doen. Shit, vigilante. Ik ging los onder hem door. Is hij zelfs uitgeslipt? Een beetje. Oké, die vigilante gaf hem een beuk. Dat was zeer goed gedaan. Moeten we al bij deze rem? Kijk, nu zijn we al langs de derde hoek en dat is zeer zwaar niet positief. De rem geeft ons veel kansen.
Ja, als ze bij hem blijven in de rempen. We moeten hem op zijn zijkant krijgen, man. Want anders kunnen we echt gewoon er niet mee gaan voetballen. Wij doen altijd zeg maar... Oh, deze guy probeert mij te blokkeren, maar ik ga er los langs. Wij doen altijd zeg maar, als je die guy op zijn zijkant hebt, dan kun je daarmee voetballen. Dan kun je daar eigenlijk mee doen wat je wilt. Oh, want bij voetbal, je ziet zo al die professionele voetballers die doen met die bal wat zij willen. Dus vandaar, wij gaan dan voetballen en wij kunnen doen met die guy wat wij willen meestal. Oké, dit is zeer negatief. Ik word gebruikt door een vigilante, wat een kak. Wat een kak. Shit, en ik vlieg er over hier al. Oké, let's go. Als je eenmaal zijdelings zet met deze scramjet, dan kun je ook echt niks meer doen. En dit ding draait ook zo slecht om als je achteruit aan het rijden bent. Oké, jij bent er volledig afge... Wat gaat deze guy remmen? Niemand doet dat. Zeker niet als je remmen zet. Ja, oké, ik word gebeukt. En die respawning werkt gewoon amper, dus moet ik echt 5 jaar op die knop duwen. Zij zijn echt irritant, maat. Dit is de laatste bocht die we zien, hè? Yep. En dan staat er maar voorbij. Maar ook moeilijk, hè? We zijn wel met z'n tweeën. Maar zij zijn echt klootzakken. Die vigilantes zijn gewoon echt klootzakken. Ik zit erop. Ik weet niet hoe, maar ik zit erop. Een loading screen duurt ook er 10 jaar. Oh, Rune. Oh. Sorry. Als die. Wat gaat hij remmen? Hij is echt een poeper. Als we maar meer waren, was hem niet ook al lang dood. Maar dit is zo'n kutkind. Wie is dit? Heb ik hem eraf geduwd? Kilian, dat is echt een kutte. Die level 230. Heb ik zelfs iets gedaan? Ja, je hebt iets gedaan, je hebt hem even uit evenwicht gebracht. Maar als wij met dat ding rijden en wij worden uit evenwicht gebracht, dan gaan wij gewoon echt bijna altijd gewoon kapot. Gewoon op onze zijkant. En nou. Oh fuck, ik had hem losgebeukt als jij hem niet had gebeukt, maar maakt niet uit. Hij gaat het halen. Vigilantisch sandwich mij gewoon in plaats van dat ze die. Ja, zij zijn echt irritante kutkindjes. Oké, probeer hem op het laatste nog opzij te duwen. Ik heb geen boost meer! Dit is echt wel kut. Tuurlijk. Dit is echt zware kak. We zijn nu bijna 100% verloren. We moeten dit winnen en zij zijn met 3. Dit is... Ja, sorry dit is mensen, ik zo hard rage, maar hier word ik pist van. Hier word ik echt zware pist van. Als wij... Ik moet stoppen. Nee man, dit kun je toch nog wel meedoen. Nee, dan ben ik te laat. Maar nee, doe wel mee. Oké, best. Maar ik word hier echt pist. Als wij het minste scheef gaan, dan gaan wij sowieso op onze zijkant. Wij beuken hem volledig scheef. Hij kan gewoon doorrijden. Dat echt niks van. Oké, we gaan hier een snelle van maken. We gaan proberen snel te winnen, maar die kans is vrij klein. Dat gaat gebeuren. Ja. Ik zie je ook gewoon niet op mijn map. Ik zie... Oké, nu zie ik ze op mijn map. Ik zie ze ook op mijn mampie. Oh fuck, ze zijn al daar. Hoe snel zijn die? Oh fuck. Ja, ik slip uit! Wat is dit? Ik ben gewoon rustig een bochtje aan... Ja, oké, fucking hell. Ik kan niet sturen met dit ding. Maar echt, als wij die... Als wij ditzelfde doen, evenveel zo druk geven, dan gebeurt er bij hun letterlijk niks. En wat is dit? Kijk, het effect dat zij doen met een scramjet is hetzelfde als wij met dezelfde vrachtwagen als deze gewoon onder die vrachtwagen rijden. Oh, sorry. Ja, maar dit is gewoon echt zware kak. Daaruit deden zij dit ook gewoon precies hetzelfde en gebeurt er niks bij die vrachtwagen. Wat de heck, leeft deze man in Afrika of zo? Heb je die zien gaan? Ja, dit slaagt echt heel van nergens op. Maar jezus. Oh fuck, ik slip zo hard! Maar kijk, als die mij gewoon raken, begin ik al te slippen.
alweer niks aan. Ik kan echt niks tegen hun doen. Zij zijn als fucking wespen. Oké, dat was een lekkere boost. Dat was een save of my life. Ja, maar ik word zo hard gebukt. Zij zijn gewoon echt aan het kloten. Oh. Wow, joh, ik heb er twee tegengehouden. Lekker. Maar nu komen ze weer allemaal omdat dit ding is gewoon traag is. De Vigilante is snel? Nee, allee, het enige goede aan is free boost. That's it. Maar ik sliep zo snel uit, daaruit deed ik letterlijk hetzelfde bij hun. En zij bleef gewoon rustig rijden. En ja, nu wordt jij ook gedaan en dan. Oh, maar dit is zo dom. Dit is zo dom. Dit is gewoon weg dom. Echt waar. GTA, doe hier iets aan. En wat is dat dan? Jesus. Maar man. Zo, dan ziet hij die kop nu vooruit gaan, die man van Afrika of zo. Ziet hij de hele tijd vooruit gaan en op de. En dan komt hij steeds terug. En gaat hij terug vooruit, gaat hij terug. En dan ja, blijkt hij ineens gewoon naast u te staan. Oké, ik ben er volledig uit. Nee, wat is dat? Dit ding is echt gewoon een zware kak. Wat? Ik ga er los doorheen. Wat is dat voor een kak? Oh, maar kijk, die blijft gewoon ineens haken. Je hebt ze helemaal door me en dan op plaats van hen blijft die haken. Ja, dat is echt. Wat is dit? Wat is dit? Even mensen, als jullie thuis kijken, jullie kunnen dit opnieuw kijken. Waar sloeg dit op? Dit is echt zware kak. Ja, gelukkig, want Rune kan nu gewoon rustig naar beneden. 37k, wat is dat? Dat is echt gewoon kindergeld. Allee, ik ga gewoon meteen naar beneden. Hè. Tot morgen. Ja, tot morgen. En thanks guy voor te kijken. Sorry voor het laatste pot. Dit was gewoon echt zware kak. Boeit niet. Je hebt je best gedaan. Ja, tot een volgende keer. Ik weet niet precies wanneer. Dus. Yo, yo, yo! En dag Rune.